Welkom iedereen op onze podcast van de agency Touch of Talent. Vandaag spreken we met Noah Kouavita. Noah, welkom. Dankjewel. Noah is deel van het Belgisch turnteam. Klopt, ja. Noah, zeg eens, hoe ben je tot de turnwereld gekomen? Wat heeft jou in de turnen gezet? Dat is eigenlijk een beetje door mijn zus. Zij turnde ook. Die heeft me dan thuis op de matras een flik en een salto geleerd. En dan ben ik zo met haar mee in mijn club ingerold, in Silok-Deurne. Ik denk dat daar aan de open deurdag heb laten zien wat je kon, eigenlijk zonder training zeg maar. En dan ben ik, daar hebben ze mij gevraagd om te komen, ben ik daar begonnen met turnen en zo ben ik eigenlijk wel in de turnwereld gerold. Dus je zus is uw drijfveer geweest om in de turnsport te stappen? Eigenlijk wel, ja. Mijn zus was mijn startschot, ja. Ja, en turnt uw zus nog? Nee, die is gestopt. Heeft op clubniveau geturnd en nu is die gestopt met turnen. Oké. Bent dan heel snel in een school, in een topsportschool gerold of toch een tijdje in de club blijven hangen? Ik denk 2 of 3 jaar in de club blijven hangen. En dan is mijn trainer komen aankloppen hier eigenlijk in Gent bij de topsportschool. En gezegd van ja, we hebben een jongetje met veel talent en ik denk dat hij wel potentieel heeft om verder te groeien. Ja. Ben ik naar Gent gekomen, ben ik komen testen en ik vond het eigenlijk wel leuk in zo'n grote turnzaal. Al toestellen staan er, een trampoline, valkuil, dat is super tof voor een klein manneke, lijk ik. Ja. En dan zo heb ze me dan gevraagd om te komen. Ze zag mijn potentieel ook wel en dan zo ben ik in Gent komen turnen op mijn 10 jaar. Op je 10 jaar, hè? Ja, en hoe is het om op 10 jaar uit je omgeving te komen en toch in Gent te gaan wonen? Hè? Want u bent niet van Gent, Van Deurne ben ik, ja. Dat is wel een beetje moeilijk in het begin, als klein manneke. Je woont eigenlijk, van thuis te wonen en opeens word je daar weggehaald tussen haakjes. Dus dat is wel een beetje aanpassen in het begin. Maar dan, als je eens dat je wat je draai vindt en je vrienden wat vindt, is dat wel tof, ja. En ook weg van je zus dan plots. Ja, ook weg van mijn zus, ja. Dus het leven op de kostschool, of hoe noemen we het, op het internaat, is toch wel een beetje hard, of niet? Voor zeker een jonge gast, hè? In het begin is dat wel zoeken natuurlijk, want dat is een nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Ik kom eigenlijk alleen naar hier, ik ken echt niemand hier, dus dat is wel aanpassen. Dat is niet gemakkelijk in het begin. Maar uiteindelijk ben ik wel goed geholpen geweest en ben ik wel goed doorgekomen. Ja, hebben ze weer goed opgevangen in deze omgeving met allemaal topsporters erbij. Allemaal topsporters erbij, ja. En wanneer is voor u eigenlijk de klik gekomen, Noah, om echt 100% voor die sport te gaan? Ik denk dat was rond mijn 16, 17 jaar. Toen heb ik mijn junior EK gedaan, mijn laatste junior EK. Daar was ik dan eerst reserve aan de rekstok voor de finale. En dan heb ik eigenlijk gedacht van, dat vind ik eigenlijk tof en ik wil eigenlijk finales turnen. Ook al is dat moeilijk hier als Belgenland. En dan dacht ik van ja, ik ga dat gewoon met vol smijten. En dat is mijn doel eigenlijk om profatleet te worden. En dat doet het fulltime. En dat is mij gelukt ook. Ja. U gaat het wel aan, hè? De toestelfinaal op de rekstok. Ik denk dat uw favoriete toestel is. Dat is mijn favoriete toestel, de rekstok, ja. Klopt, ja. Ja. U bent ook wereldtop daarin. We mogen niet te bescheiden zijn, denk ik. Ik weet dat eigenlijk wel, ja. Op het WK in 2021 in Japan was ik daar 11e. Dus 3e reserve voor de finale. Dus dat is wel mijn beste prestatie op een WK. Ja. En daar ook al 2 EK-finales gehaald aan de rekstok. Dus. Ja. Sommige mensen kennen misschien ook van tv, Noah. Je hebt nog een kleine korte tv-carrière gehad in Belgium Got Talent. Wat heeft u dat gebracht? Toch wel media-aandacht naar de sport toe zelf en ook naar mezelf ook. Daarna word je wel af en toe op straat wel herkend, omdat we hebben het ook meer dan Belgium Got Talent. We hebben daar de finale gehaald, samen met Jimmy Verbeijs. Dat was wel een leuk avontuur, dat was een keer zo iets anders dan zo wedstrijden turnen. En als turnen brengen een ander daglicht en zo wat meer showgehalte, dat vond ik wel heel tof om te doen. Ja. Dat was wel een speciale ervaring. Ja. Ja. U bent niet alleen gekend van Belgium Got Talent, maar in de turnwereld hebt u eigenlijk, laat ons zeggen, als eerste Belgische turner ooit de VIG-code gehaald. Misschien eerst even de VIG-code, als ik een paar woordjes kunt doen aan de mensen die luisteren, die kennen waarschijnlijk de VIG-code niet. De VIG-code is eigenlijk het regelboek van de turnsport. Daarin staan alle regels uitgeschreven en ook alle elementen die geturnd kunnen worden en die de waarden hebben en zo. Dus dat is eigenlijk het boek van de turnsport, zeg maar. Dus eigenlijk een turner stelt zijn oefening samen aan de hand van die code en haalt elementen om zo de moeilijkheid van zijn oefening. Ja. En u bent als eerste Belgische turner die daarin staat. Die een eigen naam element heeft. Ja. Vele mensen kennen Nina Verwaal en kennen het Nina Verwaal element. Ja, dat is waar. Maar eigenlijk... Is er nu ook een Kouavita element aan de brug met gelijke leggers. Ja, eigenlijk ook aan de brug. Hè? Ja, zijn de Belgen sterk aan de brug? Of is het, ik denk het wel. Dat is wel een van onze betere toestellen, brug en rekstok. Dus ik denk het wel. Mooi. Wat zijn uw ambities, Noah? We zitten in een heel cruciaal jaar, denk ik, voor de turnsport in België. Hè? Hoe zei je het zelf? Je bent ook een van de, laat me zeggen, de ouderdomdekens binnen het Belgische team. Hè? Een van de dragers, de drijvers binnen het team, samen met Luca. Hoe voel je je daar zelf bij, Noah? Dat is wel een verandering, want
drie jaar geleden was ik eigenlijk de jongste van het team. En nu ben ik een van de ouderen van het team. Dus dat is wel een hele verandering. Maar het is wel leuk om de jongere gymnasten mee te trekken in het verhaal en mee te motiveren naar ons doel. Het uiteindelijke doel voor dit jaar is de Spelen halen in Antwerpen op het WK. Ja. Ik denk dat iedereen daar keihard voor werkt en dat ook echt het is van het voor dit jaar voor ons om te halen. Ja, ik denk inderdaad ook, het WK in Antwerpen is voor u nog zeker iets speciaals. Ja, als deurnaar, dicht bij de deur, klopt, familie. Dat was in mijn achtertuin, dus dat is tof. Dat is voor u het evenement dit jaar, denk klopt, ik. Klopt, ja. Dat is een droom die wel uitkomt natuurlijk. Een WK-tour in eigen land. Ja. Dan maak je niet zoveel mee en dat is wel natuurlijk iets dat wel echt van boven op de lijst staat. En natuurlijk ook in mijn eigen stad eigenlijk, dus dat is wel nog eens extra erbij. Ja, ambities, persoonlijke ambities op het WK? Persoonlijke ambities is sowieso de selectie halen voor de Spelen met het team. Ja. En als het kan in de rekfinale, dat zou wel top zijn. Ja. En het zit er ook in, hè? Noah, laat ons eerlijk zijn. Het kan zeker mogelijk. We hebben nu al heel mooie dingen zien presteren op wereldniveau. Hè? En ik denk dat je ook al een zekere naam gemaakt hebt op wereldniveau. Ja. Iedereen kent Noah. Misschien beter gekend buiten België dan binnen België, nogal niet? Misschien wel, op sommige plakken wel, ja. Olympische Spelen, u haalt het al aan. Ook persoonlijke ambities? Of staat het team voor u ook op eerste plaats? Het team staat ook op de eerste plaats voor mij. Maar natuurlijk, wanneer dan de Spelen geraken met het team, is alles mogelijk. Aroundfinale, teamfinale, recfinale. Daar ben ik sowieso op het hoogste, maar het belangrijkste is natuurlijk eerst die selectie halen. En het is mogelijk. Het is zeker mogelijk. Ja. Het is niet gemakkelijk, maar dat wist wel op voorhand. Het is voor niemand gemakkelijk om die selectie te halen. Maar met het team dat we nu hebben, denk ik wel dat we dat zeker kunnen halen. Ja, ik denk dat we ook even voor de kijker en de luisteraar moeten aanhalen. Turnsport is een wereldwijde sport. Hè? Klopt, ik denk dat turnsport een van de meest beoefende sporten is wereldwijd. Hè? Ja. Dus het maakt het nog zo moeilijk om als atleet bij de top te horen. Ja. Dat klopt, ja. Nooit gedacht Noah om te stoppen. We weten, vorig jaar heel zware blessure gehad. Op de Achillespees. Als je hier zit, betekent goed hersteld. Dat is waar, hard aan het werken. Nooit het gevoel gehad van nu is het voor mij voorbij, nee? Dat niet echt, nee. Natuurlijk wel, in je jaar dat je opkomt, heb je sowieso wel twijfels. En dan denk je, nu moet ik wel iets anders gaan doen of niet. Maar dan kom je dan wel door. Maar dan vorig jaar met mijn Achillespeesblessure eigenlijk nooit dacht om te stoppen. Dat is natuurlijk wel een harde tegenslag. Dat was wel een zure appel om door te bijten. Maar uiteindelijk ben ik nog snel teruggekomen, heb ik mee dan aan het EK vorige zomer. Dus dat is wel iets dat mij wel wat motivatie gegeven heeft, dat ik wel kon terugkomen van die zware blessure. Ja. Super, we zijn er heel blij. Noah, dat je ook gekozen hebt voor de agency, dat we u kunnen supporteren. We zien al Belgian Defense. U bent te werk gesteld bij... Ik heb een statuut als topschutter bij Defensie. Dat is ook een steun voor mij. Ja. Niettemin, we zijn heel blij dat we met de agency nog wat extra dingen kunnen doen voor u. Waarom hebt u voor de agency gekozen? Ik denk dat de agency een jong en positief bedrijf is. Ik denk dat die werken met passie voor de sport ook. En ik denk dat zij verder kunnen geraken en dat zij ook ons willen helpen om ver te geraken. Ik denk dat de samenwerking wel heel goed en vlot gaat verlopen. Dus ik ben heel enthousiast om te werken met de agency. Ja. Super, dan dank ik u. Ik wens u heel veel succes. En we zien elkaar zeker terug binnenkort. En doe dat fantastisch met het team op het WK, EK en zeker onze eerste keer Olympische Spelen met de mannenteam. Dat zou een fantastische prestatie zijn. Klopt, ja. Dank u. Dank u wel.